Goedenavond, dames en heren. Van harte welkom weer voor de tweede keer vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Bedankt voor alle mooie reacties op de uitzending van vorige week. Ik heb hier zitten genieten, samen met Hanno, mijn vaste registrant, en thuis ook vele mensen. Waarvoor dank. Vanavond hebben we een programma met improvisaties over geestelijke liederen en speciale programma-onderdelen voor kinderen, kinderliedjes. Ook altijd mooi. Klinkt altijd sprankelend en vrolijk op dit orgel. Vroeger ging ik hier luisteren bij Sander van Marion en die kon het ook zo laten tinkelen, dat orgel. En ik hoop dat dat vanavond ook aan bod komt. Een uitzending die weer mede mogelijk gemaakt wordt door Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda. Neemt u een kijkje op de website van dit prachtige bedrijf. En ook voor vanavond heeft Bram Valster zelf een aantal verzoeken ingediend, waarvan ik een aantal gaan spelen. En hij zegt tegen mij van, joh, een van je eerste improvisaties was Ere zij aan God de Vader. Wil je die ook spelen in Den Haag? Maar natuurlijk. Dus daar gaan we mee beginnen. Geniet u van improvisaties vanuit de Lutherse Kerk in Den Haag. Te beginnen met Ere zij aan God de Vader. Thank you.
En zoals ik al meldde bij de opening, we hebben vandaag ook een aantal kinderliedjes waarover ik ga improviseren. En het kinderliedje waar het nu over gaat is Lees je Bijbel, bid elke dag. Read your Bible, pray every day. En prachtig thema natuurlijk. We kennen het allemaal van vroeger, maar vandaag de dag wordt het nog steeds gezongen, heb ik begrepen. Geniet ervan. Wat is er mooier na zo'n vrolijk kinderlied dan een psalm? En Bram en ik overlegden voor de opname erover. En hij zegt tegen mij, wil je psalm 141 doen? Een van je eerste improvisaties, opgenomen ooit in Bolsward. Mijn B met opgeheven handen. Ik zei, ja natuurlijk, want hier op dit prachtige orgel in de Lutherse kerk kan je natuurlijk dan heel mooi die Vox Humana laten klinken. In dat beginthema, dan de koraalregels op het rugwerk. Met een uitkomende stem die Hanno bedenkt. En dan... Ten slotte het prachtige koraal in Psalm 141, vers 2, mijn B met opgeheven handen.
Wat ons weer brengt na deze verstilling bij een kinderlied. Het water steeg wel hoog. Zo'n prachtig liedje uit de bundel van Hanna Lam en Wim ter Burg. En vandaag de dag nog steeds populair. Het water steeg wel hoog en het uitbeelden daarvan wordt gebeeld in de muziek. Chromatische toonladders van laag naar hoog, van hoog naar laag, mineur, majeur, van alles en nog wat. Geniet ervan. Een prachtig lied is My Jesus, I Love Thee. Mijn Jezus, ik houd van u. Ook hier ooit ontstaan tijdens een cd-opname in de tijd dat we nog cd's maakten. Toen was er nog geen YouTube. Er was nog wel YouTube, maar geen wekelijkse uitzendingen. En toen speelde ik My Jesus, I Love Thee met die prachtige uitkomende stemmen op het bovenwerk en het rugwerk van dit mooie orgel. Geniet ervan.
En ik ben een programmapunt voor de kinderen. Kaarsjes in de nacht. En dan hoor je de prachtige eenvoet, dat getwinkel waar ik het al over had, op het rugwerk, uitkomende stemmen, hoofdwerk, bovenwerk. En dan gaan we natuurlijk op een gegeven moment uit volle borst thuis meezingen. En dan gaat het orgel helemaal open. Kaarsjes in de nacht. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Dat mag natuurlijk niet ontbreken. Dat prachtige zouden wij ook eenmaal komen aan de oever der rivier. Straks zal onze bootsman komen en wij varen af van hier. In de vorm van een mars. Thank you.
tweede uitzending van de Lutherse Kerk in Den Haag gaan we versteld afsluiten. Met het prachtige You Raise Me Up. Ik heb dat expres bij de geestelijke liederen gezet. Je kan dat verschillend interpreteren. Het komt eigenlijk uit de populaire muziek. Josh Groban die zingt het ook bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk gaat het over een schouder waar je op terecht kunt. En wij weten allemaal welke schouder daarmee bedoeld wordt. Bij ons. En dat klinkt hier vanuit deze prachtige kerk natuurlijk geweldig mooi. You Raise Me Up. En daarmee zijn we gekomen aan het eind van de tweede uitzending vanuit de Lutherse. En wat nou mooi is, er komt nog een uitzending. En die is samen met een hele bijzondere gast. Een muzikale gast, Noortje van Middelkoop. Zij komt met haar panfluiten naar
Den Haag. Ze gaat ons vertellen over de panfluit en over de combinatie panfluit en orgel. En ook weer speciaal voor de kinderen. Hele mooie kinderliedjes. En bijvoorbeeld, jullie kennen allemaal misschien nog wel die bewerking die we samen heel veel gespeeld hebben op een klein stationnetje. Maar ook prachtige geestelijke kinderliedjes. En dat verhaal over dat vogeltje, Chocolia, waar Noortje over zal gaan vertellen. Maar voor vandaag zit het erop. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Bedankt voor het kijken. Bedankt aan Bram Valster. Valster en de Jong Metaalbewerking uit Gouda. Bedankt aan Wim de Penning. Bedankt aan Hanno Bos. Alle mensen eromheen die het mogelijk maken dat we dit mogen doen. Een hartelijke groet vanuit Den Haag. En ik eindig weer met de woorden van mijn lieve dochter. Het komt goed, want we hebben elkaar.